Hallo allemaal. Er is nieuw speelgoed gekomen. Wat is dit? Wie is daar? Je liet me schrikken. Hoe ben je hier gekomen? Beweeg je niet. Ouch. Hoi, Andy. Hmm? Is hier iemand? Hij heeft vast pauze. Hij zal verrast zijn om Ladybug te zien. Een vampier? Wacht even. Kom niet dichterbij. Ouch. Pak aan. Help! Wacht. Ik ben een superheld. Daar heb je om gevraagd. Ik ben verliefd. Andy? Ladybug kent mijn naam. Ik zag je blog. Ladybug is op mij geabonneerd. Hoe ben je een vampier geworden? Ik was het die hem veranderde. Waarom? Ik heb een huis nodig. In ruil daarvoor geef ik hem een tegengif. Geef het. Je moet me terug veranderen. Geen zorgen, ik zal je helpen. Echt? Natuurlijk, ik ben een superheld. Ga je werken? Of heb je het middel niet nodig? Oké, aan het werk. Close shot. Je moet je vaardigheden leren gebruiken. Wow. Cool. Dat maak je meteen duidelijk. Ik vind dit huis niet leuk. We zullen het oplossen. Wow! De kans om remedie te krijgen is vergroot. Zullen we er speelgoed van maken? Ik heb een idee. Dat hebben we nodig. Jij bent de beste. Nee! Je ontkomt niet aan de liefde. Ik vind jullie een schattig stel. Niemand heeft het aan je gevraagd. Hallo, ik heb dierenvoer nodig. Natuurlijk. Oh nee. Welkom in onze winkel. Voor wie heeft u eten nodig? Ik. Het is een weerwolf. Vampiers en weerwolven zijn vijanden. Je moet me helpen. Daar gaan we. Dit zal je helpen. Mooi bot, bedankt. Laten we weer aan het werk gaan. Ik heb een speeltje voor haar. Er ontbreekt iets. Je kunt gaan trainen. Het bed is zo mooi. Goed van je, Andy. Niets bijzonders. Goed gedaan. Oh nee. De baas vermoordt me. Waar denk je dat ik mijn klauwen moet slijpen? Ik weet hoe ik het probleem moet oplossen. Ah.
kunnen alles van karton maken. Je hebt me geïnspireerd. Ze zal nooit meer dingen beschadigen. Oké, ik zal je spullen met rust laten. Ik heb mijn best gedaan. Het enige wat ik nodig heb is om jou in een vampier te veranderen. Nee, ik wil geen vampier worden. Aan mij zul je niet ontsnappen. Heb eens. Laat me gaan. Dank je. Alles voor jou. Bijten is niet goed. Oh nee. Ze heeft me gebeten. Je moet haar terugpakken. Er is maar één oplossing. Kies wie zich omdraait en wie bij mij blijft. We zullen het delen. Nee, jij moet kiezen. Het kan genoeg zijn. Het zal wel lukken. Ik weet het zeker. Het smaakt naar cola. Er gebeurt niets. Omdat het cola is. Je hebt ons bedrogen. Natuurlijk heb ik dat gedaan. Anders ren je weg. Iedereen rent van me weg, omdat ik een vampier ben. Oh, dat is zo zielig. Ook echt niet. Ik heb een vampier nodig die voor me zorgt. Laat ons voor je zorgen. Maar dan moet je ons wel een echte remedie geven. Menen jullie dat? Natuurlijk, je bent zo lief. Ik ben mezelf weer. Ik ben op zoek naar een huisdier. Wow! Woont hier een vampierkat? Ze heet Betsy. Word je niet boos als ik met haar meega? Natuurlijk wel. Ik heb een afscheidscadeau gemaakt. Wat een prachtig speelgoed. Het huis is gewoon geweldig. Ik koop dit huis. Mijn lijden loonde. Ik maak een huis voor deze rat. Ik zal je helpen. Wauw. Ik heb het warm. Het is niet eerlijk. Ik denk dat we gelijke kansen moeten maken. Dat is precies wat ik nodig heb. Bedankt. Graag gedaan. Tot uw dienst. Maar ons huis moet veel beter zijn dan het rattenhuis. Ik ga zeker winnen. Hier ben je veiliger. Jullie zullen ergens anders met vuur spelen. Dit is cool. Je bent gewoon bang om te verliezen. Denk er niet eens aan. Ja, dat zal je leren om het proberen te pesten. Jullie zijn nu veilig. Ik laat je niet weer winnen. Tijd om aan het werk te gaan. Ga in de rij staan. Ik was de eerste. Dit is een gedeelde tafel. Laat los. Jij eerst. Geweldig. Perfect. Laten we nu beginnen. Zo doe je dat. Nu moet ik ze alleen nog verbinden. Waar is de laatste? Perfect. Dat was makkelijk. Zeker, maar je hebt nog genoeg werk te doen. Waar heb je dat ding gelaten? Waar heb je het over? Doe niet alsof je het niet weet. Ik ben bang dat ik je versla. Ik heb jouw huis niet nodig. Het is niet mijn schuld dat je een loser bent.
Wauw. Wat dacht je ervan om aan het werk te gaan? Dat kan ik ook. Hey abonnees, vandaag maak ik een huis voor een rat. En Jade maakt een aquarium. Tijd om te schilderen. Ik heb wat extra Lego. Die zijn geweldig als decoratie. Oh, kom je me helpen? Je kunt het niet zonder mij. Ik moet hier voorzichtig zijn. En nauwkeurig. Er is geen ruimte voor fouten. Ik heb honger. Je kunt op je balkon eten. Hey, de service is hier best goed. Oh no. Mijn aquarium zal beter zijn dan Andy's huis. Jade zal me nooit verslaan. Ik denk dat het geweldig is geworden. Wat vinden jullie ervan? Denk je dat Jade iets achter de hand heeft? Natuurlijk, ze wachten gewoon op het juiste moment. Daarom moeten we alert zijn. Ik heb dorst. Dit wordt grappig. Kijk eens aan. Perfecte timing. Hey, er is geen water. Maar ik heb er net wat water bij gedaan. Je bent niet de enige die van streken houdt. Goed gedaan, Jade. Je hebt het verdiend. Ga je aquarium vullen. Er is geen water. Misschien zit er iets vast. Huh? Je bent overmoedig, Jade. Hou je mond. Bijna klaar. Eindelijk, neem je dit serieus. Hoe ben ik daar ingetrapt? We moeten eigenlijk naar het aquarium. Magie is veiliger. Klaar. Ik ook. Hou op met vechten. Jullie zijn vrienden. Je hebt geweldige huizen voor ons gebouwd. Dit is het beste aquarium dat ik ooit heb gehad. Mijn huis is ongelofelijk. Voorzichtig, maak niets kapot. Pas maar op. Je bent spookachtig. Ze hebben me hoog en droog achtergelaten. Oh, zeker weten. Hoe kun je zo'n schatje in de steek laten? Kijk eens naar dit schattige katje. Laten we hem houden. Ja. Betekent de wereld voor me. Je bent zo vriendelijk. Ik ben uitgenodigd voor een TikTok-huis. Maar je moet... We komen er wel uit. Nee! Dat klopt. De baas kan me een handje helpen.
We moeten deze kat helpen. Ik stuur een assistent langs. Ze zal het wel uitvinden. Oh, een meisje. Ben je hier voor wat snoep? Ik ben hier namens je baas. Mijn naam is Jade. Geweldig, ik ben Courtney. We moeten deze kat houden en we moeten nieuwe baasjes voor hem vinden. Hij blijft bij mij. Waar woont hij dan? Bij de hamster? Geen kans. Ik bouw een huis voor hem. Welke benodigdheden gebruik je dan? Dat is niet nodig. Het gaat goed. Miauw. Ik vind het geweldig. Tik-tak, tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Comfortabel. Miauw. Aha. Hey, Country. Het is Courtney. Dat is wat ik zei. Wil je dat deze gemeenerik de katten houdt? Dat wil ik, dat wil ik. Je zou haar de stuipen op het lijf moeten jagen. Ze is geobsedeerd door Halloween pranks. Echt waar? Ik ben geen leugenaar. Waar lach je om? Laat maar zitten. Doe dat maar. Dan is het tevreden en zal ze ze houden. Ik sta bij je in het krijt, Kenny. Ik ben Kev. Hier komt onze slaapkamer. Wat denken we? Dat is top. Ik ben zo blij dat je me bent tegengekomen. Hehehe, veel plezier nu het nog kan. Wil je een kat adopteren? Hij heeft Flowie. Oh. Veel plezier. En deze dan? Oh. Oké. Okay. Ook een leuke optie. Ja, die is leuk. Ik moet de hond aankleden. Aha. Maar ik heb maar $2. Sorry, daar kan ik niks aan doen. Hier heb je een idee. Dat kan fascinerend zijn. Bedankt. Altijd. Dat lijkt er meer op. Ik ben terug. Ik ben blij je te zien. Waarom ben je niet in een TikTok-huis? Gaat het goed met je? Ja, ja, het gaat geweldig met me. Ik ben CEO geworden van het TikTok-huis. Top content. Dus je bent gewoon een bezoek? Nee, Courtney. Omringd door roem en geld. Iedereen die me herkent en aanbidt. En ik ga nadenken over wat echt belangrijk voor me is. Hey, luister je naar me? Oh, dat doe ik. Sorry. Weet je, ik realiseerde me hoeveel je me nodig hebt. En ik kan onze dieren niet achterlaten. Eigenlijk gaat het gewoon goed. Echter. Je hoeft me niet om te praten. Goed, ik offer mijn carrière op en kom terug voor jou. Ik kan je niet genoeg bedanken. Ik ben in de wolken. Geweldig. Laten we het hier plaatsen.
Wat een schattige kat. We vinden snel een nieuw huis voor je. Blijf van me af. Je vindt me leuk. Nee, je bent zo... Wat? Bang? Zo grappig. Lafaard. Kijk. De kat zal blij zijn. Huh? Hoi, hoe kan ik behulpzaam zijn? Mevrouw, ik zoek een speeltje voor mezelf. Geweldig, we hebben veel om uit te kiezen. Nog een kunstwerk. Laat maar zitten. Dit is van onze klanten. Wat is het toch een type? Graag gedaan. Dank u. Oh. Laten we dit nu aanpakken. Waar is dat in vredesnaam voor nodig? Miauw. Ik wil het ook. Borstel me. Ik vind ze allemaal leuk. Hij wil ze alle drie. Waarom denk je dat? Ik weet het gewoon. Leuke kom voor schattige katjes. Oké. De eetkamer is helemaal af. Teamwork! Laten we dit hier plaatsen. Ben je niet meer geschrokken? Doe niet zo belachelijk. Ik wist meteen dat het Andy was. Ik speelde gewoon mee. Courtney, je hebt toch niets weggelaten? Oh. We hadden een afspraak. Huh? Je nam me in de maling. Mam, kijk. Hij is het. Ja, dat klopt. Dit is mijn kat. Hij is al weggehaald. Wat een afknapper. Hier ben je. Ik weet zeker dat je een geweldige dierenmoeder zult zijn. Ze is schattig. Ik vind het goed. Je hebt het juiste gedaan. Je bent mijn trots en vreugde. Mm. Dat is zo schattig. Ben je altijd zo aardig? Wie ben jij? Wat? Ik ben een werknemer. Ik ben hier al de hele tijd. Ik dacht dat je een soort huisdier was of zo. Dag! Wie heeft jou de leiding gegeven? Mijn moeder. Jullie baas. Jouw moeder? Jouw moeder? Heeft de baas een dochter? Ja, we gaan samenwerken.